Dat betekent dat de leden van de familie vaker werden genoemd dan pak een beet koningin Maxima, minister van Financiën Kaag, Jesse Klaver, maar ook grootheden als Linda de Mol en Marco Borsato. Jij las deze week een analyse in de Volkskrant over de verhouding tussen de familie Hazes en de pers. Mm-hmm. We hadden dit maandag ook in het mediaforum willen bespreken, maar het viel helaas over de rand. Dat heb je wel eens. Ja. Maar gelukkig ben jij hier. Heb jij het ook gelezen en wilde jij het er nog even over hebben? Ja, great minds think alike. Grote geesten denken hetzelfde. Ja, god, dat stuk van Paul Onkhout, dat gaf te denken. Dat was een prachtig overzicht van hoe vaak de H6'jes figureren in de roddelbladen. Bijvoorbeeld in 2022 en 2023 stond op 23 van de 65 covers van Story een lid van die clan. Mm-hmm. Maar het echt spannende deel van het verhaal vond ik toch wel dat niet alleen de Telegraaf vol gas geeft als er iemand van de familie Hazes voorbij drentelt, maar ook het AD. En het AD is op nu.nl na, als ik het wel heb, de best bekeken nieuwssite van Nederland. Een kleine 2000 keer, geloof ik, kwam de familie voorbij. In ieder geval honderden keren. Ja, dat is dus minutieus bijgehouden. Dat in dat Volkskrantstuk kun je dus lezen hoe vaak ze waar zijn verschenen. Er staat een top 5 bij en zo. En dat betekent dat de leden van de familie vaker werden genoemd dan pak een beet koningin Maxima, minister van Financiën Kaag, Jesse Klaver, maar ook grootheden als Linda de Mol en Marco Borsato. Ja, en dat is natuurlijk een interessant feitje. Maar ik vind het eigenlijk toch ook wel een beetje bedroevend. Want we komen in de journalistiek onophoudelijk mankracht en kolommen tekort voor serieuze onderwerpen. En als je dan ook in dit soort well-to-do kranten die echt een belangrijke stem in het medialandschap zijn, daar zoveel aandacht aan besteedt, dan weet ik niet of de verhoudingen nog wel helemaal kloppen. Ik zeg er eerlijkheidshalve nog iets bij. Dat het ironisch is dat het misschien wel eerste grote interview met André Hazes is in een kwaliteitsmedium, in het weekblad De Tijd, door ondergetekende is gemaakt. Dat was 4 pagina's. Niet onbelangrijk om dat er even bij te vermelden. Ja, eigenlijk ben jij de aanstichter. Ja, daarom, ik bedoel. Nou ja, dan is het wel interessant. Waarom wilde hij dat interview doen? Ja, hij was toen een opkomende singer-songwriter. En ik ging naar hem toe en ik dacht, ja, ik ga gewoon met hem over 1 liedje praten. Gewoon 3000 woorden lang over 1 liedje. Hoe schrijf je zo'n liedje? Dus er kwamen vele Prisma-woordenboeken op tafel. En veel gebladeren in andere, van Dales en noem het maar op. Eigenlijk maar, zoals zijn vader dat ook deed. Toch? Ja, die deed het met een synonieme. Ja, nou nee, dit was de oude André. Oh, dit was de oude André. André. Ja, baanbrekend, hè, mevrouw. Bent u er nog? Maar goed, het mooiste moment was toch dat hij me met zijn oude afgetrapte Honda naar het station van Purmerend bracht. En we staan voor een stoplicht. En het zweet gutste 's morgens om 10 uur al van zijn voorhoofd vanwege toch, ja, redelijk alcoholgebruik al bij het ontbijt. Mm. Dus hij doet een klepje open naast de pook en dan haalt hij een 0,5 liter parfum van Chanel of iets dergelijks uit, draait de dopper af en sprenkelt die fles half leeg over zijn hoofd. Draait naar mij toe, reikt me die fles aan en zegt, jij ook wat? Zo'n man. Mooi. Maar goed, dat was een interview van wel eerder, van lang geleden. Zou je dat nu nog weer een keertje doen? Ja, dat zou ik wel doen. Met die jonge Hazes ook? Bijvoorbeeld, over het ambacht. Ja. Maar ik vind dit aantal het is gewoon artikelen, te veel, vind jij? Het lijkt me, laten we zeggen, licht overgedoseerd. Ja. Wart, kan het niet en een serieuze krant maken en daarnaast wat showbiz voor de kliks? Ja, je hebt natuurlijk een grotere afhankelijkheid dan vroeger voor nieuwsmerken, online zeker, van bezoekers. En commercie dus? Commercie, ja. Het verdienmodel is er deels van afhankelijk dat er genoeg mensen op de site komen. Ja. En als je in het hart kijkt, of als je het leesgedrag van mensen gaat meten, dan zie je dat ze het weliswaar heel erg belangrijk vinden om een abonnement te hebben op NRC en al die keurige. Het tijdschrift De Tijd bestaat helaas niet. Ja, wordt. Jullie nog wel, hè, Vrij Nederland? Ja. Wij nog wel. Maar dat ze in de praktijk toch ook gauw, om bij Vrij Nederland te blijven, de puzzel van Jelmer Steenhuis gaan doen. Ja. Mm-hmm. En dat ene stukje, dat hapsnap stukje over dat lichte onderwerp toch wel even meten. Kat gered uit boom. Ja, maar hoe je het went of keert, reclameinkomsten betalen natuurlijk gewoon ook het salaris van de journalisten. Dus het is ook een. Ja, maar dat is natuurlijk intrigerend op zijn minst. Hè, dat ook bij het Algemeen Dagblad dat zo werkt. En dat dus eigenlijk dat een money-making model is. En dat betekent dat commerciële overwegingen de doorslag geven. En we hadden de afspraak dat journalistieke overwegingen zouden moeten zijn. Maar dus het mag wat minder wat jou betreft. Maar is dat de invloed van de Belgische eigenaar?
Dat is voor een deel zeker die invloed, ja. Michael, je hebt hem door. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.